hier is Wouter. Welkom bij deze video. Er is aangifte gedaan tegen een vlogger voor homohaat. Er was namelijk een vlogger, die was in de trein. En die kwam een man tegen, die had nagellak op. En die noemde hem een kankerhomo. En die vond hem helemaal belachelijk. Die zat hem in een video belachelijk te maken dat hij een kankerhomo is. En dat is dus best wel triest. Dat een YouTuber, nou was dit niet een hele bekende YouTuber. Want hij heeft maar 13.000 abonnees. Dus hij heeft niet zo'n heel groot bereik. Maar toch, dat je als YouTuber een man filmt en een beledigd voor kankerhomo. En dat je dat online zet op YouTube. Dan is er echt wel iets mis met je. Ik bedoel, je hoort respect te hebben voor homo's. Homo's zijn ook gewoon mensen, net zoals bij hetero's. Niks mis mee. Maar dat je dan in een YouTube video iemand gaat belachelijk maken om zijn geaardheid, dat gaat gewoon te ver. En dat hoor je als YouTuber ook niet te doen. Kijk, homo's zijn gewone mensen. En als je die als YouTuber gaat beledigen, dan is dat echt niet goed. En het gevaar is ook, stel zo'n video wordt heel goed bekeken. Hè? Een video dat iemand beledigd wordt, maakt niet uit wie, want je hoort sowieso geen mensen te beledigen. Maar als zo'n video waar iemand beledigd wordt, heel goed bekeken wordt, dan zijn er altijd mensen die denken van, hé, hey, dit levert mij kijkers op. Dat zien ze dan bij anderen en denken ze van, hé, hey, dit gaat mij ook kijkers opleveren. Ik ga ook iemand filmen en hem helemaal beledigen, want dan krijg ik ook meer kijkers. Zo gaan mensen aan denken, dus dat is dan wel weer het gevaar met zulke video's. Dus, zulke video's horen wij gewoon niet te maken. En homohaat is ook gewoon taboe, hè. Ik bedoel, homo's moet je gewoon accepteren, zijn gewone mensen, je hebt er geen last van. Dus waarom zou je ze niet accepteren? Nee, dus als je als YouTuber homo's belachelijk maakt, sowieso trouwens, niet alleen als YouTuber. Maar als je iemand, als je homo's belachelijk maakt, dat hoor je gewoon niet te doen. Maar dat vind ik dus best wel triest, hè. Kijk, anno 2024 is er nog steeds best wel veel homohaat. Kijk, ze zeggen wel dat in Nederland homo's geaccepteerd worden. Ja, wij in Nederland accepteren het wel. Maar er is nog best wel veel homohaat anno 2024. En dat het nog steeds gebeurt, dat vind ik gewoon triest. Ik denk van, ja, wat maakt het jou nou uit of iemand op mannen of op vrouwen fout? Iedereen mag iedereen maar gelukkig is, toch? Ik bedoel, jij wordt niet verplicht om homo te worden. Het is niet besmettelijk. Dus je kan er gewoon langs lopen zonder dat er wat gebeurt. Maar homohaat, dat komt helaas nog heel vaak voor in dit land. En ja, daar moeten we vanaf. Maar ja, zolang mensen het blijven doen, dan blijft het bestaan. Ja, en wat kunnen wij eraan doen? Nou, wij kunnen er niet zo heel veel aan doen. Maar wat ik wel zou zeggen is van, ik ga niet die vlogger zijn naam noemen. Want als ik hem nu een shout-out geef, dan wordt hij alleen maar bekender. Maar wat YouTube zou moeten doen is advertenties uitzetten bij mensen die beledigend zijn. Dus als je bijvoorbeeld homo's beledigt, dat je geen advertenties meer kan krijgen op die video's. Dat zou ook wel een stuk helpen. En wat wij kunnen doen, is die video's gewoon niet meer kijken. Ik bedoel, als wij die video's aanklikken, krijgen die mensen alleen maar views. Maar als wij gewoon die video's niet meer bekijken, krijgen zij geen views meer. En dat is hun ergste straf voor hun. Dus ik zou zeggen, als iemand echt beledigend is en homo's beledigt, gewoon die video's niet meer kijken, niet liken, ook geen haatcomment, gewoon niks doen, want dan krijgen ze geen views meer. Dat werkt het allerbeste. Goed, ik bedank jullie voor kijken in deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.